ga de kaarsjes aan doen. Hey jongens, wat leuk. We gaan dus terugkijken op 2023. Nou, wat mij betreft doen we de deur achter 2023 met een enorme klap dicht. Wat een pokkenjaar. Aan de hand van de foto's op mijn telefoon neem ik u mee door 2023. En dat gaat dus een mengeling zijn, dat kan haast niet anders, hè, want het is mijn telefoon, van hele moeilijke zaken op wereldniveau, maar ook privé. Mijn moeder is overleden in 2023, om maar eens wat ellendigs te noemen. In de boel aan het knoeien. Op 7 februari werd de wereld opgeschrikt door een enorme aardbeving in Turkije, Zuid-Turkije en Noordwest-Syrië. In een mum van tijd is een gebied zo groot als 2,5 keer Nederland is voor een heel groot gedeelte verwoest geraakt. Je weet werkelijk niet wat je ziet als je door het gebied heen rijdt. Je rijdt uren en dan nog steeds kom je weer in een nieuwe stad waar alles plat ligt. Ik ben in Noordwest-Syrië geweest dit jaar, ook in Turkije en in Noordwest-Syrië. Dit is in Cinderes. Ja, daar zie je ook wel aan de manier waarop ik gekleed ben. Kijk maar naar dat gebouw daarachter. Echt de tragedie. En deze meneer in die rolstoel die was zijn hele gezin kwijtgeraakt. We zijn heel snel in actie gekomen, ook met de samenwerkende hulporganisaties, Giro 555, voor de slachtoffers van die aardbeving in Noordwest-Syrië en Turkije. En daarbij werd het prachtige bedrag van 128 miljoen euro opgehaald. En daarmee hebben we een breed scala aan hulp verleend in beide gebieden. En dan moet je denken aan van matrassen en dekens tot aan brandhout voor de winter, onderdak repareren, medische zorg, psychische zorg. En vlak daarna ben ik naar Oekraïne gereisd. Het was een jaar nadat de oorlog begonnen is in Oekraïne, eind februari. En ik heb daar gesproken met 85-jarige Vera. Vera was in de oorlog haar 2 zoons en haar man kwijtgeraakt. Dus die had niemand meer. En toen ik haar vroeg, van waarom blijf je eigenlijk hier? Waarom ga je niet weg? Toen zei ze, waar moet ik naartoe? Allebei mijn zoons zijn dood en mijn man is dood. Vera hield in een schriftje bij wanneer ze explosies hoorden. En dat was heel schokkend om te zien. En er waren dagen, dan ging het over 2 bladzijden in het schriftje heen, het aantal explosies. En dat verklaart natuurlijk ook weer waarom Vera geen elektriciteit, geen water, geen verwarming had. Wij hebben haar een paar pellets hout gebracht, waarmee ze, hier staat het... het hout, waarmee ze het kacheltje in haar keuken kon stoken, zodat ze het daar in elk geval warm had. Ja, en toen, tot mijn enorme verbazing, werd ik gebeld door Ben Knapen, vroegere staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking, dat ik de Comeniusprijs zou krijgen. Dat is bijzonder eervol en op 18 maart van dit jaar kreeg ik die prijs in een overvolle kerk in Naarden. En dat was hartverwarmend, het was ontroerend, ik had familie daar, veel collega's waren er, vrienden en vriendinnen waren er. De prijs was, behalve de eer, een boheems kristal. Ik zal hem niet gebruiken, hoor. Je bent in één klap dronken als je dit glas vult. Nou ja, en toen ontwikkelde zich een oud conflict gewoon eens opnieuw. Soedan en Darfur, waar toen een genocide plaatsvond. En tot onze verbijstering in 2023 begon die ellende gewoon opnieuw. Op dit moment, as we speak, aan het einde van 2023 zijn zo'n 7 miljoen mensen op de vlucht binnen de grenzen van Soedan of hebben de grens overgestoken naar Tjaad. En mensen zitten ver van de grens als ze eenmaal daar naartoe gebracht zijn. En ze komen binnen en dan zitten ze in de woestijn, in de echt stikhitte, zonder dat er water is, zonder voedsel, zonder onderdak, zonder schaduw. En dan worden ze naar kampen gebracht waar de omstandigheden, nou, erbarmelijk zou een compliment zijn. En de ogen van de wereld, laten we wel wezen, hoeveel hebt u gelezen over de situatie in Soedan en in Tjaad? Wij helpen, niet alleen in Soedan zelf, maar ook in de gebieden waar Soedanezen naartoe gevlucht zijn.
Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Tjaad. En daar ben ik hartstikke trots op. Nou, ik giet het er en overheen. En waar ik het niet overheen giet, dan lekt hij er gewoon naast. En toen, in mei, was ik gevraagd door het comité 4-5 mei om bevrijdingslezingen, bevrijdingscolleges te geven op een aantal plekken in het land. Dus rondom 4-5 mei heb ik dat gedaan, waaronder in Groningen. Daar zijn deze foto's van. Dat was ontzettend leuk om te doen. Een zaal, heel geïnteresseerde mensen, meenemen in de wereld van vluchtelingen. Wat gebeurt er? Wat zijn de problemen? Wat zijn de oplossingen? Hoe kijken we er tegenaan? Ik ga eens aan de snoepjes. De koekjes, daar hou ik niet zo van. Maar de snoepjes, die overleven deze opnames niet, hoor. We gaan naar het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij. Elk jaar worden we uitgenodigd voor dat gala. Word je ook geacht je een beetje mooi aan te kleden. En dan krijgen we onze jaarlijkse bijdrage van maar liefst 2,7 miljoen euro. En die 2,7 miljoen euro die krijgen we niet geoormerkt. Dus we mogen hiermee doen wat we willen. En dat is heel belangrijk geld. Want op het moment dat er ergens een nieuwe grote crisis begint, heb je natuurlijk niet direct een brief bij u op de deurmat liggen om te vragen om middelen. Maar die hebben we, want we krijgen van de Postcode Loterij dit geld. En dat kunnen we onmiddellijk aanwenden om hulp te verlenen ter plekke. De nacht van de vluchteling, de mooiste nacht van het jaar. Van 17 op 18 juni liepen we de 14e nacht van de vluchteling. En we haalden 1,3 miljoen euro op dit jaar. En het was weer ontzettend leuk om te doen. Het weer was fantastisch. Ik was erbij toen de lopers weer aankwamen op het strand in Den Haag, Scheveningen. En heb ze daar ontvangen. Nou ja, je ziet aan ons ook hoe vrolijk dat we waren toen de lopers aankwamen. Het was weer een enorm feest. Hier komen ze aan, door de duinen heen. Machtig. Een onvoorstelbaar aantal van 735 miljoen mensen hebben onvoldoende te eten in de wereld. De acute voedselonzekerheid die lijkt alleen nog maar te verslechteren, onder meer door klimaatverandering. Dus we zijn dit jaar op reis geweest met onze ambassadeur Waldemar Torenstra naar Ethiopië om te kijken naar de voedselsituatie daar. Waarbij in Ethiopië en in Kenia door de droogte, het had lang niet geregend, oogsten mislukt, mensen honger, vee dood. Ja, het is natuurlijk catastrofaal. Als de bevolking daar zijn vee kwijtraakt, raakt hij zijn inkomen kwijt. Dus het is meer dan alleen het eten van vandaag, het is ook de hele toekomst. En juist in dat gebied, nu, Somalië, Ethiopië, Kenia, daar zijn nu grote overstromingen. Klimaatverandering is er echt. En klimaatverandering treft vooral allerarmsten. In augustus was ik 20 jaar directeur van Stichting Vluchteling en 30 jaar hulpverlener. Ik doe dit eigenlijk al mijn hele leven. In 20 jaar is heel veel gebeurd. Hè? Dit was ik toen ik begon bij Stichting Vluchteling. Ik heb er wat groeven en wat plooien bij gekregen ondertussen. Stichting Vluchteling is ook onherkenbaar veranderd. Toen was het een klein clubje van minder dan 10 miljoen inkomsten. Vorig jaar hadden we 42 miljoen. Van minder dan 10 medewerkers. Nu lopen we tegen de 50 medewerkers. Plus dat we nog een aantal teams in het buitenland hebben zitten. Dus ook Stichting Vluchteling is onherkenbaar veranderd. Ik heb een hartstikke leuk interview gedaan ter ere van die 20 jaar directeur van Stichting Vluchteling met onze ambassadeur Art Royakkers. En dat filmpje dat kunt u hier in beeld aanklikken, kunt u terugkijken. Is hartstikke grappig. In september 2023 viel de enclave Nagorno-Karabakh. Armeniërs die daar woonden en die bijvoorbeeld deze wijnen produceerden. Dit is een zeldzame fles wijn, want nu wordt er helemaal geen wijn meer geproduceerd in Nagorno-Karabakh. In een paar dagen tijd werd die enclave gezuiverd. De Armeniërs werden verjaagd, teruggestuurd naar Armenië. Kwamen daar aan. Wij stonden aan die grens met een aantal collega's om te kijken wat we konden doen. Hebben we ook gedaan. En we hebben voor
huisvesting gezorgd. We hebben speciaal gekeken naar mensen met chronische ziektes. Ik ben zelf chronisch ziek. Ik heb daar nooit een geheim van gemaakt, dus ik denk dat u dat wel weet. Maar ik heb een diabetes type 1 en ik zit vast aan een insulinepompje. En sowieso lijkt mijn buik meer op de controlekamer van een onderzeeboot dan ergens anders op. Met allerlei sensoren en allerlei toestanden. En ik kan me dus heel goed voorstellen wat het betekent als je chronisch ziek bent en je moet in één keer op de vlucht en je hebt de medicijnen niet die je nodig hebt om te kunnen overleven. En dan gaan we naar Gaza. In oktober, die afschuwelijke aanval van Hamas op Israëli's in de kibbutzen, maar ook op dat muziekfestival waarbij honderden Israëli's omgebracht werden en gegijzeld werden, tot op de dag van vandaag ook gegijzeld zijn in Gaza. En daarop de aanvallen van Israël op Gaza met oneindig geweld, waarbij ook heel veel vrouwen en kinderen, onschuldige ouderen, om het leven komen die niks op hun geweten hebben, die niks verkeerds gedaan hebben, maar die wel het slachtoffer worden van het geweld daar nu. Hulp verlenen is heel ingewikkeld in Gaza. Nou, dat kan u niet ontgaan. De grenzen zijn dicht en zijn heel mondjesmaat open voor hulp om naar Gaza gebracht te worden. En dat schiet echt verschrikkelijk tekort. In november hadden we de verkiezingen hier in Nederland. En toen hebben we een campagne gevoerd. Kies partij voor vluchtelingen. We hebben met crowdfunding deze advertentie in een aantal kranten kunnen laten zetten. Al die kleine dingetjes die u hier ziet, dat zijn allemaal de namen van mensen die een bijdrage geleverd hebben, die dus betaald hebben voor deze advertentie in een aantal landelijke kranten. Jouw stem is harder nodig dan ooit. Dat is die ook. Er zijn meer mensen dan ooit op de vlucht voor oorlog en geweld. En in plaats van dat onze medemenselijkheid, ons mededogen met mensen op de vlucht groter wordt, dreigt het kleiner te worden. En de uitslag van de verkiezingen laat dat ook zien. Treurig genoeg. Het is bijna voorbij. Dankzij u, we hebben zo'n 215.000 donateurs, dat is best heel erg veel, brachten we bij elkaar zo'n 37 miljoen euro bij elkaar om hulp te verlenen. En dat hebben we gedaan zo goed als we konden, zoveel als we konden, zo hard als we konden en zoveel mogelijk ingezet op de meest acute noden. Dat kon dankzij u. Dank u wel. Heel hartelijk dank u wel. We gaan naar een nieuw jaar. Dan moeten we ook nieuwe snoepjes hebben, want kijk, ik heb ze allemaal soldaat. Het is allemaal op. Laten we hopen dat het nieuwe jaar minder gewelddadig, meer solidair zal zijn. Dat we minder vaak een beroep zouden hoeven te doen op u. En dat we die mensen die in grote nood verkeren, blijven helpen, zullen helpen. En dat het volstrekt normaal is dat we dat doen. Ik wens u het allerbeste voor 2024. Gezondheid, geluk en laat het ook een beetje spranken.